Ik ben Christian Willemsen en mijn expertise is voornamelijk gericht op het hebben van de organisaties, het indelen van organisaties en meedenken met de organisatie, hoe we de processen zo goed mogelijk kunnen gaan inrichten, waarbij factuurverwerking of eigenlijk het complete P2P proces zo goed mogelijk kunnen gaan verlopen. Daarnaast ben ik ook altijd nog druk met het maken van business cases op het moment dat klanten bij ons een aanvraag indienen. Wat het eigenlijk betekent voor een organisatie op het moment dat je overstapt naar de SaaS of overstapt naar Basware of andere aanverwante zaken. En nou heeft hij uiteraard geen zin om mee te werken. Ja, dit is de agenda. Niet heel uitgebreid, het merendeel zit in het laatste stuk. Dat zijn natuurlijk de belangrijkere updates. Ik zal beginnen met een klein stukje introductie. Een update van al deze releases weer in een samenvatting. En de belangrijke update zal ik daarna weer per stuk uitlichten en toelichten. Te beginnen met de introductie. Ik heb de vorige keer hebben we, in de vorige webinar hebben we al wat verteld over de komst van een nieuwe AP Pro. Daar heb ik toen een screenshot van laten zien. Dat was dit screenshot. De reden waarom ik hier nu weer mee begin is omdat ik toen heb verteld dat deze eind dit kwartaal vrijgegeven zou gaan worden. Nou, en ondertussen is dat ook het geval. Bij sommige klanten is het mogelijk dat ze in de Edge variant, in de personal client, kunnen ze bovenin een knopje zien waarin staat accounts payable. Of in Nederlands factuurverwerking zul je daar zien staan. Dat houdt in dat je zelf al kan bepalen of je een switch gaat maken waar je mee wil gaan werken. Andere kant is nog wel dat nog niet alle functionaliteiten zitten erin. Dus wij raden niet aan om er zomaar mee te gaan werken. Wij kunnen bij Basware aan gaan geven van welke klant wij echt actief willen gaan overzetten. Alleen, ja, dit is gewoon nog niet toepasbaar op iedere klant. Aangezien bijvoorbeeld payment plans er nog niet in zit. Ja, dat zijn natuurlijk wel functionaliteiten waar veel klanten gebruik van maken bij ons. Als het gaat om de kostenfacturen. Dus ja, wij willen dat wel goed gaan begeleiden en goed overgezetten. Dus we zullen daar geen overhaaste stappen in gaan zetten. En daarin zullen wij ook de juiste strategie moeten gaan bepalen. Dat houdt ook in dat daar nog verdere communicatie over gaat komen van ons uit. Om te bepalen hoe we dit nu het beste kunnen gaan doen. Ik heb in de vorige webinar, die ging tot en met 19.10. De release is tot en met 19.10. Heb ik ook uitgelegd hoe je zelf eventueel de nieuwe updates kan gaan raadplegen. Welke releases zijn geweest en wat daarin de nieuwe functionaliteiten zijn. Mocht het niet helemaal meer duidelijk zijn, die webinar is terug te vinden op onze website. En eventueel die vragen kunnen ook gesteld worden. Daarbij gezegd, deze webinar zou natuurlijk ook gewoon weer terug te vinden zijn op onze website. Dus mocht je niet alles direct duidelijk zijn, kijk het nog een keer rustig terug. Een aantal updates die wij terug zullen zien vandaag in de webinar hebben al wel betrekking op de nieuwe AP Pro. Dat heeft ermee te maken dat er volop wordt ontwikkeld. Er zullen ook functionaliteiten terug te vinden zijn in de AP Pro die niet terug te vinden zijn in de huidige variant van de Basware IP al helemaal niet, of Basware SaaS oplossing. Het kan dus zijn dat je nu een functionaliteit voorbij gaat zien komen die misschien niet direct toepasbaar is voor jullie organisatie, omdat je natuurlijk nog niet op de AP Pro zit. Maar het geeft er wel een goede richting waar je naartoe kan gaan met de nieuwe AP Pro en welke oplossingen erbij zijn. Mochten dat nu een oplossing zijn waarvan je zegt van ja, daar zit wel heel erg lang op te wachten. Geef ons een berichtje. Dan kan het zijn, ja, dat kan invloed hebben op de strategie die wij moeten gaan bepalen met het overzetten van de klant op de nieuwe AP Pro. Als ik nu naar de samenvatting ga van alle updates die er dus zijn gedaan vanaf 19.11 tot en met 20.3. Want we zitten nu in maart van het jaar 2020. Dan houdt het in dat we 23 nieuwe functionaliteiten hebben op het gebied van inkoop. Dus van purchase module. 23 op factuurverwerking. 1 nieuw aspect rondom analytics. 2 op platform. En 0 voor algemeen. Als je deze allemaal bij elkaar optelt, dan kun je er ook gelijk bij zetten van oké, hoe zijn die toepasbaar direct. Nou, dus daarvan zien we dat er dus 42 automatisch in gebruik zijn. Dus met andere woorden, op het moment dat je hebt uitgelogd de laatste keer en na de maandwisseling in het weekend
maandag weer opgestart, houdt het in dat het kan zijn dat je dus een aantal automatische, of een aantal functionaliteiten automatisch erbij hebt. In dit geval dus 42. 7 daarvan zal een consultant van ons bij nodig zijn. En dit heeft vaak te maken dat er een proces aan de achterkant ingeregeld moet worden. Zoals gezegd in de vorige webinar kun je dus zien welke releases dat allemaal zijn. Bij de belangrijkste updates van nu geef ik ook aan of ze automatisch in gebruik zijn of niet. Bij de release overzichten wordt aangegeven of het gaat via een consultant of niet. Dus verdiep je daar ook in. Want ja, sommige functionaliteiten leg ik hier wel uit, maar zijn misschien helemaal niet van toepasbaar op jullie organisatie. Ja, als er dan wel een functionaliteit bij zit die jullie heel graag willen hebben en wij moeten daarbij komen vanuit als consultancy, dan moeten we dat natuurlijk wel weten. Dus acteer je daar graag op. Daarbij hebben we eventueel nog twee andere mogelijkheden. Dat is dat er een actie van jullie nodig is als zijnde klant en een actie van ons. Nou, die staan in dit geval allebei op nul, dus dat hoef ik verder nu niet uit te leggen. Oké, dan ga ik nu, heb ik een aantal updates, een stuk of 10 zo uit mijn hoofd, heb ik eruit gevist. En die zal ik nu wat dieper gaan vertellen. Ik zal het nog een keer uitleggen. Hierbovenin zie je in welke release het is geweest, dus in dit geval in welke maand. Hierbovenin zul je zien op welk aspect het van toepassing is. Dus de eerste gaat over het 19.11 en gaat over het inkoop. In het dikke blauwe zul je zien staan wat de update is. Dus in dit geval een wijziging gedeeltelijk en volledig ontvangen inkooporders. Daaronder een idee, dus vanuit welke backlog-nummer is deze ontwikkeld. En hoe ziet de implementatie eruit? Nou, degene die ik hier allemaal ga laten zien, zijn allemaal automatisch in gebruik, dus dat is makkelijk. Maar zoals gezegd, het kan dus ook zijn dat er een consultant nodig is. Overal waar het mogelijk is om een screenshot toe te voegen, hebben we gedaan. En uiteraard met wat tekst ernaast. Dus ook als je het later wel terug zou willen kijken, kun je dus ook zelf gewoon de tekst doorlezen zonder dat ik er wat bij hoef te vertellen als je hem als PowerPoint alleen wil gaan gebruiken. Oké, zoals gezegd, de eerste. Een wijziging gedeeltelijk en volledig ontvangen inkooporders. Ik moet af en toe even switchen met mijn scherm, zie ik, want ik zie hier de webinarbeeld, dus dat is niet erg handig. Zo. Oké, inkooporders konden in eerdere varianten alleen aangepast worden door eerst de hele goederenontvangst terug te moeten draaien. Dat werd nog wel eens gezien als natuurlijk een moeilijkheid voor veel klanten, want dan ja, had je heel veel werk en tijd en energie erin gestoken die je dan eigenlijk weer terug moest draaien. Nou, daar was weer naar geluisterd. En wat ze nu hebben gedaan, is dat je kan de goederenontvangst, hoef je dus nu niet helemaal meer terug te draaien op het moment dat je de inkooporder zou willen aanpassen. Dus stel dat je minder hebt ontvangen dan wat je had besteld, dan hoef je niet eerst de oude goederenontvangst helemaal terug te draaien, maar kun je gewoon gelijk eventueel de inkooporder aanpassen als dat van toepassing is. En daarbij is natuurlijk de opmerking dat bij het aanpassen van de inkooporder is het niet mogelijk om een lagere prijs of eventueel een lager aantal te hanteren op het moment dan of ten opzichte van wat er is ontvangen of als er al ergens een match heeft plaatsgevonden met de factuur. Dit is natuurlijk vrij logisch, want het gevaar zit erin als je het gaat hebben over digitaal proces, dat op het moment dat je een inkooporder gaat aanpassen, dan is het natuurlijk eigenlijk een soort van workaround ten opzichte van de facturen of de goederenontvangst. Maar het zorgt ervoor dat je alles wel weer netjes op orde hebt. Dus je inkooporder past weer bij de goederenontvangst of eventueel bij de factuur. Als ik verder geen seintjes krijg van Marieke, dan blijf ik gewoon doorgaan naar de volgende updates. Okay. Deze heeft betrekking op de factuurverwerking. Volgende. Dat is namelijk het doorzetten van factuurtaken als een batch en het doorzetten naar een groep. Zoals gezegd, automatisch in gebruik en slaat de factuurverwerking. Dit is er zo eentje die dus echt in de AP Pro opnieuw is ontwikkeld. Waarin het dus mogelijk is om meerdere taken in één keer door te zetten naar een lijst met gebruikers. Of zelfs naar een hele groep met gebruikers. Dus met andere woorden, je kan eigenlijk alles selecteren zoals je ook in Windows gewend bent. Je hoeft er niet meer factuurtje voor factuurtje te gaan doen. Je kan het nu doen door echt complete taken in één keer door te zetten.
En bij het doorzetten is het zelfs nog mogelijk om in te stellen dat maar één gebruiker van de groep hoeft te handelen of dat ze allemaal een handeling moeten verrichten voordat Bas weer zegt deze set met facturen of taken is afgehandeld. Dat is een vraag die vaker voorbij komt, want ja, het scheelt natuurlijk enorm veel tijd ten opzichte van dat je heel veel facturen allemaal stuk voor stuk moet gaan aanklikken en doorzetten naar de juiste gebruiker. Nu kun je dus veel meer facturen in één keer doorzetten, veel meer taken. Oké, 19.12. We hebben eentje vanuit de inkoop. Wat in dit geval vroeger moest. Nee, niet vroeger. Voorheen is een beter woord. Konden alleen maar enkele gebruikers worden aangegeven als zijnde een goederenontvangst. Nou, dat heeft Basware heeft dat nu veranderd. Wat het nu mogelijk is, is dat je nu dus een groep kan selecteren. Gebruikers met de rechten Simplified Basware Purchase of Restricted Basware Purchase. En dan kun je, die zijn nu automatisch als een soort van groep gedefinieerd binnen de instellingen van Basware. Dus met andere woorden, je kan, als er meerdere mensen zijn, bijvoorbeeld een magazijn, zullen veel meer mensen aan het werk zijn. Alleen je weet natuurlijk nooit exact wie wanneer aan het werk is. Nou, als al die magazijnmedewerkers nu dus in een Goods Receiver groep zitten, oftewel de Simplified User Group zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn. Dan kun je heel erg makkelijk die groep nu selecteren. En ongeacht wie van de persoon dan aanwezig is op het moment dat de goederen dienen, ontvangen dienen te worden. Die persoon zit dan al in die groep. Dus hij mag ook hij heeft dan op dat moment ook de rechten om ze aan te melden. Dus niet meer op één persoon, maar echt op een groep. Nog eentje uit 19.12. Dit heeft te maken weer met inkoop. Het toevoegen en verwijderen van bijlagen bij een inkooporder. Ook deze automatisch in gebruik. Het is op dit moment is het mogelijk om een bijlage toe te voegen bij een orderaanvraag. Op dit moment alleen bij een orderaanvraag, dus een intern proces. Alleen die bijlagen die werden niet meegestuurd naar de leverancier. Dat hebben ze nu veranderd. Nu kun je ervoor kiezen, het gaat niet automatisch, maar kun je ervoor kiezen dat alle bijlagen meegestuurd worden naar een leverancier. Je kan er ook nog steeds voor kiezen dat die gewoon intern blijft. Het bijlage kan met een XML of een PDF worden. Dat maakt verder niet uit. Dus of die nou via de e-mail gaat of via een XML-verbinding, dat maakt niet uit. De bijlagen worden meegestuurd. Mijn ervaring leert wel dat op het moment dat je het doet met een XML-order, dat je daar wel hele duidelijke afspraken met je leverancier over moet maken. Want een leverancier gaat over het algemeen net iets anders om met een XML-order die direct verwerkt ten opzichte van een e-mailtje. Want een e-mailtje wordt over het algemeen eerst nog verwerkt door een tussenpersoon, een binnendienst of dergelijke. Mits het gaat om een PDF-order. Als het gaat om een XML-order, dan kan de bijlage vaak worden gescheiden en wordt de data die daarin staat alleen verwerkt om de order in gang te zetten. Ja, op het moment dat er dan belangrijke informatie in zo'n bijlage staat, dan wordt dat niet gezien. Dus daar moet je wel heel erg goed over nadenken. De informatie die je mee wil sturen kan natuurlijk verschillend zijn. Het kan bestaan uit een afbeelding of een instructie, plattegrond of andere uitwerkingen. Zoals gezegd, je kan er dus zelf op het moment van uploaden, kun je er al over nadenken of je hem mee wil sturen naar de leverancier of niet. Het is eventueel ook mogelijk om de bijlagen weer allemaal te gaan verwijderen bij de inkooporder. Maar ja, op het moment dat de order natuurlijk al wel verzonden is naar de leverancier en je gaat daarna bijlagen zeker toevoegen, verwijderen is vaak nog niet zo'n issue, maar zeker toevoegen, ja, dan moet je dat wel nog op een andere manier met je leverancier op de juiste manier communiceren. Dus als je het gaat hebben over het hebben van digitale processen, ik was zelf nooit de voorstander van bijlagen, want ik vind dat je heel vaak afspraken moet je op een andere manier vastleggen, maar dat zijn andere discussies. Maar wat ik net ook al vertelde als het gaat om een XML-order. Maar zorg er wel duidelijk voor dat je hier hele goede afspraak met de leverancier over hebt gemaakt. Want anders gaat het alsnog langs elkaar heen. Dus dit zijn de functionaliteiten waar je goed over na moet denken. Maar de mogelijkheid bestaat. Je kan het nu in ieder geval meevoegen of meesturen als bijlage bij een inkooporder. En eerder kon dat dus alleen maar bij een order aanvraag intern. Oké, dan gaan we nog eentje van 19.12. Dat is een druk geweest in december. deze heeft betrekking op platform. Dus met andere woorden, algemeen gebruik.
En eentje die al heel erg vaak eerder naar voren kwam, zeg maar, dat daar behoefte aan was. En dat is dat je nu toegang hebt tot de BASware-omgeving via meerdere browsers of apparaten tegelijk. Ook automatisch in gebruik, dus misschien dat een aantal van jullie het al hebben gemerkt. Dat zou natuurlijk kunnen, we zijn over 3 maandjes verder. Je kan nu makkelijker gebruik maken van BASware P2P via verschillende apparaten en verschillende webbrowsers. Dus met andere woorden, je mag nu als gebruiker, zou je nu 3 sessies tegelijk open hebben. Ik heb 2 voorbeelden even uitgewerkt hoe dat eruit ziet. De gebruiker kan bijvoorbeeld ingelogd zijn via een mobiel met ingebouwde browser. Een laptop met Google Chrome en op dezelfde laptop nog een keer met Internet Explorer. Omdat hij bijvoorbeeld nog met de AP-variant werkt. Dan heeft hij nog Google Chrome misschien voor de personal client openstaan. En via zijn mobiel, omdat hij ook weet dat hij vaak onderweg iets aan het opzoeken is. Dus dat hij toch al openstaat. Het andere voorbeeld, de gebruiker is aan het werk op een tablet. Je wil een specifieke taak uitvoeren die op een tablet niet echt lekker werkt, zeg maar. Of in ieder geval niet lekker schaalt. Dus dat je net een paar stappen meer moet doen, net iets meer overzicht nodig hebt. Waardoor je even je laptop wil gebruiken. Zodra je dat hebt toegepast, ga je gewoon daarna weer verder op je tablet zonder dat je opnieuw hoeft in te loggen. Dit zijn wel functionaliteiten waar veel vraag naar was. Wat ook heel erg veel gemak toedient. Je krijgt ook een notificatie. Dus op het moment dat ik nu ingelogd ben via mijn mobiel. En ik zou een sessie openen op mijn laptop. Dan zie ik onderin contant staan een soort pop-up schermpje. Van je bent ook al in gebruik op je mobiel. Ja, wij zien dat regelmatig. Omdat we natuurlijk ook demo's geven. Vaak vanuit dezelfde omgeving. Dus ik kan vanuit ervaring vertellen. Dat dit echt wel een handige toepassing is. Die je vaker gaat gebruiken. Omdat je eigenlijk door hebt. Oké, gaan we naar 20.1, specifiek voor factuurverwerking. Je ziet nu op het scherm, in de afbeelding, zie je nu weer een stukje van de AP Pro. Dus met andere woorden, deze is ook weer geënt op AP Pro. En deze heeft voornamelijk te maken met de status update voor facturen als die automatisch wordt verwerkt. Op het moment dat facturen natuurlijk binnenkomen, dan weet je vaak nog niet wat ermee gaat gebeuren. Je wil dat, onze doelstelling is dat facturen zo automatisch mogelijk verwerkt worden. Maar ja, op het moment dat jij een factuur eigenlijk als het ware toch aan het oppakken bent, terwijl die ook automatisch verwerkt had moeten worden, of misschien zelfs al bezig is met automatisch te verwerken, dan kan het zijn dat je werk aan het doen bent voor niks. Nou, binnen de nieuwe AP Pro hebben ze daar iets op bedacht. Dus met andere woorden, je krijgt een waarschuwing. Je ziet hem hierboven in het blauw, zie je hem hier staan. Dat er op dit moment iets aan het gebeuren is met de invoice, dus met de factuur. In dit geval, hij wordt verwerkt. En in principe is de factuur dan daardoor uitgeschakeld. Dus hij is eigenlijk alleen maar read-only. Dus je kan geen wijzigingen doorvoeren. Heel vaak wordt dat dan ook een soort klacht. Van ja, waarom kan ik nu niks doen met deze factuur? Ja, dan is die automatisch aan het verwerken aan de achtergrond. Of op de achtergrond. Nou, nu geven ze dus aan, je kan try refreshing klikken. Dus dat je hem de welgetelde F5 knop als het ware voor een webbrowser. Waardoor die dus opnieuw gaat kijken naar wat is de status op dit moment. Dat kun je de hele tijd gewoon blijven doen. En dan is die melding is dan op een gegeven moment verdwenen. En houdt het in dat je weer verder kan gaan met je factuur. Dus met andere woorden, het is een soort waarschuwing dat je gaat aangeven van let op. Je bent nu bezig met een factuur waar ik ook mee bezig ben als BASware zijnde. Misschien is het handig dat je deze of even met rust laat. Of even gaat wachten totdat ik klaar ben. En dan kun je er weer mee aan het werk gaan. Dit is ook een functionaliteit die alleen in AP Pro naar voren gaat komen, maar waar ook heel erg veel vraag naar was. Dat heeft te maken met factuurverwerking. Is dat je kan reageren op meerdere facturen tegelijk. Dus met andere woorden, de comments die je kan met de Collaborate tool. Misschien dat een aantal van jullie die gebruiken. Zeker in deze periode is die zeker van belang. Nu we niet meer bij elkaar op kantoor zitten, maar dat we op afstand met elkaar moeten gaan communiceren. Wat je nu dus kan doen, is dat je ziet op het schermpje zie je een aantal facturen geselecteerd die lichtblauw zijn met een regel. Die kun je allemaal selecteren en daar kun je eigenlijk allemaal dezelfde commentaren op meegeven. In totaal kun je dus 2000 facturen selecteren in één keer en dan doorzetten met een of becommentariëren en dan doorzetten. Het geldt alleen niet voor facturen die al het hele proces hebben doorlopen. Dus met andere woorden, op het moment dat ze echt een foutje-nummer hebben of een boekingsnummer of een betaaldatum, dan houdt het in dat ze afgewerkt zijn en afgehandeld zijn. Ja, daar heeft het geen nut meer om een commentaar bij te zetten. Dus die worden niet meegenomen. Maar alle andere dus wel. Zeker op facturen
ja, die je heel vaak weer voorbij ziet komen, waarvan je denkt, ja, het zijn toch altijd weer dezelfde opmerkingen die ik erbij zet van oké, of mee eens of dergelijke. Je selecteert ze nu allemaal in één keer en je zet ze door. Ja, er zit ook een gevaar aan, want daardoor zul je misschien ook een keer een factuur selecteren waarvan je misschien toch andere commentaar had bij willen zetten. Maar ja, soms dient het gemak boven het gevaar, maar dat zal de tijd uitwijzen. Even kijken, gaan we door naar de volgende. Die heeft weer betrekking op inkoop. En dit gaat om het beheren van handmatige budgetten. Budgetten vanuit de data management menu zitten er al wel een tijdje in. Om heel eerlijk te zijn, wij doen daar ook nog niet zo heel veel mee. Dus wij willen dit ook steeds meer meegenomen in ons verhaal. Want het is toch altijd wel een belangrijk aspect binnen inkoop en binnen factuurverwerking, aangezien wij het altijd hebben over het complete P2P-proces. Ja, dat je natuurlijk ook gewoon wil gaan inkopen vanuit budgetten die zijn vrijgegeven vanuit hoge hand of vanuit een offerte of vanuit projectniveau. Ja, en daar kun je nu veel meer op gaan sturen. Nou, je ziet al in het schermpje zie je bijvoorbeeld al staan drie demo-budgetten, waarbij staat aangegeven wat het totale budget is. Nou ja, currency is over het algemeen vrij simpel. Maar ook wanneer zou je een waarschuwing willen krijgen op het moment dat je ervan aan het bestellen bent. Dus in dit geval zijn deze allemaal ingesteld op 90%. Dus op het moment dat 90% van het budget is gebruikt bij een inkoopaanvraag of inkooporders, houdt het in dat er een waarschuwing uitgaat. Kunnen we instellen naar wie die toe moet gaan, naar de approver of naar een inkoopdirecteur bij wijze van spreken, of een projectleider, projectmanager. Dan houdt het in dat je gaat aangeven, ja, wat ga je doen met het budget? Mag je nog steeds wat gaan bestellen of moeten we opnieuw gaan kijken naar het budget? Vraag die wel wat vaker naar voren gaat komen. En ik denk ook wel een hele handige toevoeging, omdat je dus veel meer aan het controleren bent wat ga je eruit sturen. Je bent niet aan het controleren op factuur of op orderniveau, maar veel meer op budgetniveau. Dus als afdeling kun je eigenlijk een soort budget toegewezen krijgen en te zeggen van ja, je mag voor dit jaar voor 200.000 aan nieuwe laptops kopen of IT-hardware. En ga je gang, jij beslist bij welke leveranciers. Alleen ja, dit is gewoon het budget waar je het mee moet doen. Komt er een onvoorzienigheid, dan kunnen we daar altijd over praten. Maar ja, op die manier ga je dus de controle, ga je eigenlijk op een net iets andere manier uitzetten. Oké, ben ik bij 20.3 aanbeland. Ik heb hem eigenlijk op inkoop gezet, maar hij had ook bij General mogen staan, bij Platform. Bedenk ik me nu. Want dit gaat namelijk over iedereen die werkt met de personal client, ziet altijd in het midden onderaan, ziet hij staan op de homepage: Do you want to learn more? Dat zijn allemaal hyperlinks naar een omgeving van Basware met veel meer video's, tutorials en de knowledge base van Basware. Die was vroeger gewoon zichtbaar voor iedereen, of je het nou wilde of niet. Dat heeft Basware nu veranderd. Dus wat ze kunnen doen is dat, oké, voor wie mag die allemaal zichtbaar zijn? En dan op organisatieniveau, dus, of eigenlijk moet ik zeggen administratieniveau. Dus met andere woorden, stel dat je een bedrijf of administratie of organisatie hebt aangekocht. Of je gaat veranderen naar Shared Service Center ID, terwijl dat vroeger niet het geval was. Ja, dan kan het zijn dat niet iedereen dat hoeft te zien, want de bestaande organisaties werken dan al heel erg lang met Basware, dus die vinden dit misschien juist niet meer zo mooi staan. Ja, en de nieuwe wil je wel extra nog richten van, ja, weet je, je wil al die vragen van Basware niet gaan krijgen intern, maar ga je hiervan leren en je laat hem specifiek voor die administratie, laat je hem dan openstaan, zodat hij altijd een weg weet te vinden naar de nieuwe releases, bij wijze van spreken, en ook welke tutorials er allemaal zijn. Om te gaan bepalen ja, welke functionaliteiten zijn van toepassing en hoe kun je die het beste gaan gebruiken. Even kijken, eentje voor factuurverwerking. Ja, de laatste opmerking tonen in de factuurtabel. En die heeft nu een eigen kolom gekregen. Ook deze is specifiek voor de AP Pro. Die zullen we niet in de andere varianten terugzien, maar in de AP Pro. Ja, er wordt wel eens gevraagd van kunnen we dan ook zoeken naar alle commentaren die erop zijn gegeven op een factuur. Bijvoorbeeld ja, dat die weer is teruggezonden, dat zie ik wel staan. Maar ik wil eigenlijk ook kunnen selecteren of ja, hey, wacht eens even, ik heb aangegeven dat dit een spoedfactuur is. Dus er moet voorrang aangegeven worden. Maar ja, je kan er niet op zoeken. Nou, in de AP Pro kan dat nu wel. Zoals je ziet kun je hem selecteren met een
Met het filtertje, door op de herderknop te klikken, kun je het kolommetje aanvinken en dan is automatisch last column of last comment is een extra kolom geworden in de facturentabel. Waar je dus ook weer gewoon weer op kan filteren en selecteren. Ja, ik denk wel een mooie toevoeging. Die veel inzicht kan geven als het gaat, ja, wat ik net al zei, zeker als er spoed aan vast zit, omdat we weten allemaal hoe dat gaat. Altijd weer een factuurtje die dan iets lang is blijven hangen en bonus die dan weer gehaald moet worden. Ja, geef zo'n commentaar eraan mee. Je kan erop zoeken als AP Pro gebruiker en die veel sneller gaan verwerken. Deze heeft ook betrekking op de factuurverwerking en in de AP Pro variant, waarin de leveranciersgegevens, dus op het moment dat je in de header data aan het werk bent met een factuur en je wil leveranciersgegevens controleren of selecteren, dan is dat nu een soort van drop-down menu geworden, een soort box. Ja, nu wat er is veranderd is dat deze gegevens zijn zwevend gemaakt. Dus met andere woorden, deze hele box die nu rood omkaderd is, die kun je eruit loskoppelen als het ware. Die zou je zelfs naar een ander scherm kunnen overzetten. Waarbij je dus alle gegevens van die leverancier inzichtelijk hebt. Terwijl je toch nog gewoon door kan blijven gaan met de header data van de factuur op je andere scherm. Die blijft ook gewoon openstaan. Dus op het moment dat je dan een andere factuur selecteert, dan kun je deze box open laten staan. En zie je dus altijd alle gegevens bij elkaar staan. Dit ook weer om ervoor te zorgen dat je niet de hele tijd hoeft te switchen tussen allerlei schermen. Maar dat je dus eigenlijk altijd alle gegevens bij de hand hebt op het moment waar je mee werkt. Oké, dat waren de belangrijkste updates voor dit moment. Dan wil ik nog even refereren naar een extra webinar die we hebben ingelast, omdat we ja, de tijden zijn wat aan het veranderen waar we nu met z'n allen in zitten. Ja, we hebben het specifiek gericht op de optimalisatie van het AP-proces. Die ik zal gaan houden samen met mijn collega Ronald ten Hartog. Die vindt dus plaats op donderdag 2 april. We hebben al behoorlijk wat inschrijvingen waar we super blij mee zijn. Maar we wilden hem hier ook nog even onder de aandacht brengen. Ja, daarin zullen we veel meer ingaan op nog niet eens zozeer zeg maar, functionaliteiten. Want dat is vaak nog niet zo heel erg interessant. Maar veel meer, oké, hoe kun je de processen nou zo inregelen dat ze ja, ook echt voor je gaan werken. En waar moet je dan overal over nadenken en ook vooral welke tools kun je daarbij gebruiken, zodat je echt, ja, wij noemen dat zo mooi data-driven, bezig bent met je processen, zodat je daarin de juiste beslissingen gaat maken. Dus bij deze nodig ik ook graag iedereen uit op dat webinar, sorry, op die, voor die webinar. En Marieke houdt nog iets omhoog, dus ik moest. ja, ik had al inderdaad gezegd dat de webinar, deze webinar en de slides terug te vinden zijn op onze website. Marieke geeft nu specifiek aan, ze staan in de Academy Portal. Dus mocht je daar nog geen toegang toe hebben, meld je aan. Dan kunnen we dat ook verder. Dan kun je alles weer terugvinden wat we hier hebben besproken. Ik heb begrepen dat er verder geen openstaande vragen meer zijn. Dan wil ik bij deze iedereen hartelijk bedanken en. En tot een volgende keer.